dames en heren, ik ga ervoor. Ik ga er elke week voor. Maar in dit rubriekje probeer ik altijd een beetje de basisdingen van het koken, of eigenlijk de meest simpele dingen die je eigenlijk niet durft te vragen, gewoon aan Robert te vragen. Gezellige maand, decembermaand, toastjes smeren. Ik koop het altijd kant en klaar, maar ik wil graag gewoon iets leren. Een lekker prutje wat ik op een dingetje kan smeren. Ik ben hartstikke homo. Sorry, Robert. Oh ja? Nee, is dat nieuws? Ik niet. Oh. Ik ben hartstikke homo, maar ik wilde toch even zeggen dat iedereen er vandaag uitziet om door een ringetje te halen. Oh. Het mag gezegd worden. Nou, ik zou bijna verliefd op te worden. Nou ja. Deze is voor jou. Doe straks. Oeh. Oh, dat is een pittige. Ja, okay. Ik ga je eerst wat lekkere receptjes geven. Trouwens, ik ga je ze laten maken. Voor op het toastje. Ja. Hier heb ik wat roomkaas. Die mag je erin doen. We nemen room. Ja. Hoe gaat het heten? Zalm-roomkaas. Oh, roomkaas met zalm. Roomkaas met zalm heb ik daar wat gerookte zalm. Heb ik in kleine blokjes gesneden. Oké, gerookte zalm erbij. En om het pit te geven, doen we er wat mierikswortel bij. Dat staat daar. Dat kun je gewoon in een potje halen. Oké. Okay. En dat hele vleugel. Ja hoor. Oké. Okay. Doe maar lekker bij. Dus dit zijn een beetje hoeveelheden. Dat gaat door elkaar. Ja, en dan mag je er nog wat bieslook overheen knippen met een schaar. Dat is namelijk een hele makkelijke methode. En dan neem je het door elkaar. Ja. En dan doe ik er zelf altijd nog een lekker beetje peper bij. En dan heb je al een lekker prutje. Nu ben je eigenlijk al klaar. Je ziet hoe makkelijk dat is. Dat is de eerste. Maar het is lekker als je dat gewoon inderdaad zo vers doet en dan vervolgens meteen opdient, hè? Ja, precies. Snel vers eten. Ja, ja. Oké. Okay. Niks aan de hand. Als jij hem door elkaar doet, dan mag je het de tweede. Ik ben niet zo snel in knippen. Oh, ja. Geeft niks. Nou, het gaat je hartstikke goed af. Oké. Okay. En dan zal ik het eens voor je proeven. Dan zal ik je beoordelen, maar volgens mij wordt het hartstikke lekker. Je mag het een beetje prakken, een beetje naar beneden duwen. Maar het is nog een beetje, ja, ik begrijp het. Maar kan ik dat nou niet met zo'n ring doen? Nee, dat zou ik niet doen. Dat is A, niet charmant. Nee, gewoon zo'n mixer bedoel ik, hè? Nee, ja. Nou, weet je wat? Ik doe het in mooie schaaltjes. Ja. Dan gaan we het proeven. Dan mag jij met de tweede beginnen. Oh, wat ga ik maken? Nou, dit is natuurlijk een beetje Noord-Europees. Dit is mascarpone. Mascarpone. Je merkt het al. We gaan wat zuidelijker. Italiana. Ja. En ook wat zwarte olijfjes. Ja. Dan heb ik wat, die heb ik even gesneden. Ik heb wat zongedroogde tomaatjes gesneden. En die mag je allemaal door elkaar heen doen. Tomaatjes, dames en heren. En dan zal ik nog even die basilicum voor je snijden. Ja, hoezo? Of wil je dat zelf doen? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Ga je gang. Ja. Ja, ik weet dat jij dat altijd... Reepjes. Oh, kijk uit voor je vingers, ja. Ik praat tegen mezelf, hè. Oh, zijn ze te dik, ja. Hè? Nee, dat gaat hartstikke goed, joh. Nee, het is jouw smeersel, hè. Jij gaat het maken, je gaat het proeven. En jij zorgt dat het lekker wordt. Oké. En dat is ook het leuke voor de mensen thuis natuurlijk. De mediterraanse, het prakje, ja. Helemaal goed, die mag je even door elkaar mengen. Is het te veel? Nee, dat gaat hartstikke goed, joh. Oké, jij gaat het leuk bij elkaar zetten en dan de toastjes... Ja, nou, dat voor jou wordt ook wel hartstikke lekker. Wil ik niet even proeven of denk je van het is goed, we gaan ervoor? Ik neem het mee en ik doe af en toe even een toastje, denk ik. Oké. Zo er zaten wat hongerige mensen op de tribune, zag ik. Ik denk dat er twee hele leuke tips zijn. Ik moet alleen nog een mesje meenemen. Okay. Twee leuke smeerseltjes voor in de decembermaand. Lekker, zo vlak voor het eten bij een borreltje. Onthoud ze aan andere plaatsen op www.livecooking.nl. Dank je wel. Hartstikke goed.